Hey mensen, vaders en moeders, wat voor een type zijn het toch, hè? Dit zijn 10 verschillen tussen vaders en moeders. Kijk eens jongens, ik heb lekker gekookt. Groenten. Aardappelen. En vleesvervanger. Oh. Ja, dat leek me wel eens even lekker. Voor wat anders en beter voor het milieu. Nou kinderen, mama heeft gekookt. Wat zeggen we dan? Mag er ketchup bij? Ja, inderdaad. Mag er ketchup bij? Dit is echt niet te vergeten, dit. Papa heeft gekookt, hè? Zo, vandaag heb ik lekker gekookt. Dus wat hebben we? Groenten! Ja! Aardappelen! Yay! En een vlees... Ja. Vangen! Ja! Hey! Lekker gekookt, pap. En ik heb ook nog eens goed nieuws, want... We hebben ontzettend veel! Ja! Naar de dierenarts? Maar ik ben dan bij je. Ja, het is die knappe dierenarts. Gaat hij dood, dokter? Oh, nee hoor. Hij heeft alleen maar een kattenbakkoortje tussen zijn nagels zitten, dus dat komt wel goed. Oh, gelukkig. Wat ik u wel nog even meegeef, is een nieuwe nagelzalf voor de kat. En ook nog nieuwe kattenbrokjes. Oh ja, ja. Want ik zie dat uw kat niet echt glanst. Nee, nee. En buiten dat nog wat kattentandpasta, dat is tegen de ontsteking in de mond. Ja. En als laatste nog wat antibiotica en nog wat fusidinezuur. Fijn. Dat is gewoon voor een extraatje. Oké. Ja, alles voor het beestje, hè? Ja, dat is ook een lieverd, hè? Oh, los! Los! Ja, Sil, komt goed. Hoi, hoi, hoi. Nou, snel een beetje. We moeten zo weer werken. Gaat hij dood? Ik hoop het wel. Oh, nee hoor. Nee, hij heeft alleen maar een kattenbakkoortje tussen zijn nagels zitten, dus dat komt wel goed. Nee, dan nou serieus? Alle gezeik van mijn kinderen voor niks. Wat ik u wel nog even meegeef is nieuwe nagelzalf en ook nog nieuwe kattenbrokjes, want ik zie dat uw kat niet echt glanst. Wow, 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 stop, 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 bla, bla, bla. Hey, wacht even. Dat ga ik allemaal niet betalen, hè? Ja, maar uw kat... Nee. Wie is er nou de dierenarts? Jij of ik? Ja, ik. Oh ja, dat klopt. Ja, maar alsnog, dat ga ik echt niet betalen. Ja, maar uw kat... Nee, ik ga het niet betalen. Ja, kom op. Ik weet hoe dat hier gaat, dat is allemaal kei duur. Ja, kap eens even, man. Nee, jong, ik kap zelf even. Zo. Dat is goed nieuws. Ho, ho. Ho, ho. Ik deed niks. Jawel. Jij probeerde weg te sneaken. Waar ga je naartoe? Ik wilde de stad in. Met vriendinnen. De stad in? Met vriendinnen? Niks daarvan, dat is veel te gevaarlijk en daarbij, je bent nog veel te jong. Ik ben helemaal niet te jong. Hoe oud moet je dan zijn om de stad in te gaan? 80, minstens. Maar dan ben ik oud en kreupel en dan vindt niemand meer mooi. Ja, en dat is precies de bedoeling. Sorry pap, maar je kan er niet tegen alles beschermen. Door je kinderen om te leren gaan met risico's, worden ze zelfstandig en zelfverzekerd en lopen ze veel minder gevaar voor alles waar je bang voor bent. Hoe weet je dit soort dingen? Van Donald Duck. Oké. Nou, misschien heb je wel gelijk. Dus ik mag de stad in? Ja. Yes! Maar ik heb wel een paar kleine dingetjes. Zo, kijk. Nou, en als er dan iets is, dan trek je gewoon aan deze ketting. En dan trek je zo, hopsa, weer naar binnen toe. Maar ik heb niet eens sokken voor mijn telefoon. Daar heb ik iets op bedacht. Kijk, deze telefoon klikken we zo hierin. Hupsatee. En dan hebben we nu een live videoverbinding en dan kan ik precies zien waar je bent. Wat? Oh, en nog één klein dingetje. Henk, kom eens. Dit is Henk, die gaat vandaag gezellig met jou mee. Nou, veel plezier samen. Ja, bedankt. Alles vrij. Ja, oma, dat is de max. Curry. Ho, ho, ho. Wat doe jij? Ik wilde even naar de stad gaan. Met vriendinnen. Wat leuk! Maar ik ben op tijd thuis hoor. Ach, geen probleem. Je hebt morgen eerst uur vrij. Ja, nou, doei. Wacht eens. Je krijgt van mama haar creditcard mee.
Hier staat heel wat op. Oh, en ga door de achterdeur, want dan ziet papa het niet. Ja. Geniet ervan. Hè? Lekker op de baarden. Lekker op de baard dansen. Hè? Oh, dat deed ik vroeger ook altijd. Er waren nog eens tijden. Koos. Wat doe jij nou? Hè? Naambordje valt. Ja, dan komt dat jij die deur zo hard dichtgooit, joh. Ik gooi hem helemaal niet hard dicht. Ik doe alleen maar dit. Hey, stop daar eens mee, joh. Wat doe je nou allemaal? Ik heb die vorige week nog allemaal netjes opgehangen. Nou, misschien is dat het probleem. Wat? Oh, nee. Die kant op moet die vrachtwagen. Schat, wil je koffie? Bezoekers aan de bouwplaats dienen zich te melden bij de bouwopzichter. En dan mag u nu het lintje doorknippen. Dan verklaar ik bij deze het nieuwe naambordje en de nachtlamp voor geopend. Is mooi geworden, hè? Mhm. Mhm. Wat ga jij nou weer doen? Is het alweer carnaval? Nee, ik ga klussen bij een vriendin. Jij gaat... Je gaat... Wacht even hoor. Veel plezier, hè? Ja, dankjewel. Hé, hey, maar hij vond het echt niet erg dat ik jou heb gevraagd? Nee, ik heb gezegd dat je een vriendin was. Ah, gelukkig. Fijn. Dan begin maar vast. Dan haal ik wel koffie, ja? Oeh, lekker. Mijn melk. Hoe werkt dit? Oh, knopje. Oh, zo dus. Of ze nog leven. Oh, hey. Hey. Daar ben je. En hoe ging het klussen? Ja, ging goed. Zijn net klaar. Nou, mooi. Hey, woont Rick hier niet ergens in de straat trouwens? Oh, hey Rick. Oh. Hey. Hoe vind je mijn huis geworden? Oh, dit is... Oh. Ja. Gaat wel. Heeft zij... Ja, nee, ik vind het juist niet helemaal netjes afgewerkt hier en daar, als ik zo kijk, maar... Hey, ik zie dat jij nog geen naambordje hebt. Zal ik die anders even voor je maken? Graffitje ergens. Ben morgen terug. Wow. Wacht eens even. Morgen pas terug, hè? Kijk eens, jongen. Voor jou. Dat is nog voor mij geweest vroeger. Veel plezier, hè? Lekker pakken waar je pak kan. Doe normaal, pap. Ik ben 13. En bovendien, als ik ooit aan seksualiteit begin, wil ik dat het is uit liefde. Niet uit lust, met wederzijdse toestemming. Snap je? Dat wist ik wel. Doei, hè? Moet je duur dat ding. Mam, wat doe je hier? Super gênant. Oh, ik hoorde dat je bleef logeren bij vriendjes. Matties. Oh, Matthijs. En je was je tandenborstel vergeten. Mam. En je lievelingsknuffel, hè? Anders kan je niet slapen. En ik zou die ouders van Matthijs eigenlijk ook wel even willen ontmoeten. Die zijn niet thuis. Die zijn niet thuis? Oh, wat doen jullie dan met eten? Weet je wat? Ik ga wel koken voor jullie. Nee. Ja, nee, ja, ja. Nee, mam. Hallo, Matthijs. Ik ben de moeder van Timo. Best interessant. Wat ga jij nou weer doen? Ga je sporten? Nee, ik ga schoonmaken. Mooi, dat is weer... Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja.
maar dan kunnen we even gewoon een pilsje doen. Zo, nou het is hier echt brandschoon. Heb jij de hele dag schoon zou maken? Pff, nee joh, helemaal geen tijd voor gehad. Dus let ook niet op de rotzooi hoor. Dat zie je niet leuk. Hé, wat is dit nou? Ik dacht dat jij zou schoonmaken vandaag. Ja, dat klopt. Ja, maar we krijgen zo bezoek en jij hebt nog helemaal niks gedaan. Wow, 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 wow. Ik ben super druk bezig geweest met schoonmaken, hoor. Ik heb namelijk Dirk-Jan geregeld. Wie is Dirk-Jan? Mam? Zijn jij en papa gescheiden? Lieverd, hoe kom je daar nou weer bij? Nou, ik heb papa al langer dan een maand niet gezien. Oh, papa is gewoon aan het poepen. Zo, hoe lang heb ik gezeten deze keer? November? Waar was deze van? Oh. Stoffig hier. Stoffig? Wel nee. Dirk-Jan heeft het supergoed zo... Ha. Ha. Oh nee! Ha. Oh shit! Oh, dat is kinderen! Kom, wegwezen! Ha. Ja, snel, 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 snel! Ha. Dank je. Ja! Wow! Kom op! Kom op! Ja! Yes! Wow! Ja! Dus dit is wat mensen bedoelen met buitenspel, toch? Ja, ja, ja! Ja, 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 doet ie even! Lekker hoor, dat is mijn zoon, hè? Zo lekker, man! Ja, dat heeft hij van mij geleerd. Ik speelde vroeger ook heel hoog. Heerlijk! Heerlijk! Oh, wat een techniek! Ja, je kan dat goed, hè, zijn veter strikken. Dat is echt knap! Oh, ja, de strik! Ja, de strik zit erin! Oh, oh. Mijn zoon! Weet je zeker dat je dit wil, lieverd? Ja, mam, ik ga het gewoon doen. Oh, je moet me echt beloven dat je voorzichtig doet, want er kan van alles gebeuren. Ja, ja. Goed. Beloven, hè? Ja. Okay, ga maar. Oh, pas op, pas op, pas op, pas op. Voorzichtig, voorzichtig. Hallo, kan het wat zachter? We zijn hier een filmpje aan het opnemen en nu denkt iedereen dat het over motocrossen gaat. En dat is niet zo. Ik probeer hier mijn zoon te leren fietsen. Wat heb jij nou? Een helm? Is het niet nodig? Nee, natuurlijk niet. Nee, mensen zijn tegenwoordig veel te voorzichtig geworden. Niemand durft meer een risico te nemen, maar dat hoort bij het leven, hè? Risico's nemen. Mag ik dan vanavond de stad in? Nee, er zijn grenzen, hè? Nou, kom op, hup, even die auto in. Dan gaan we beginnen. Oké, ik ben er klaar voor. Oké, Emma, bij je voeten zitten een paar pedalen. Die rechter moet je keihard indrukken, ja? Deze? Ja! Oké, hij kan! Oké, daar gaat-ie!